aan de Metlaarstraat in de Haagse Moerwijk is donderdagavond uitgebrand. Het vuur werd kort voor 9 uur 's avonds ontdekt. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het huis volledig uitbrandde. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de woning door de vlammen dusdanig beschadigd dat de bewoners niet meer terug kunnen. Zij worden ergens anders opgevangen. Zeven andere huizen in het publiek zijn tijdens de brand ontruimd, maar de bewoners ervan konden later weer terug naar binnen. Niemand die raakte gewond, aldus de brandweer.